Voor het feit dat we onze puntenverdeling veranderd hebben, maakt iedereen kans eigenlijk in elke klas om hoog te scoren. Het bewijs is de 9-8-1 van de Porsche van Paul Geres, die nu derde van het kampioenschap staat. Maar we gebruiken deze wedstrijd, deze Belcar-wedstrijd, als voorbereiding. Ik heb eigenlijk nooit 24 uur met een Porsche gereden, dus het is wel even aanpassen. En gisteren de eerste training en vandaag de qualifying, dat helpt toch om op automatisme op te bouwen. Zonder is wel harder qua remmen, qua baling. Zo. Maar hier vandaag hebben we toch wel, alleen mijn zoon heeft de pole position gehaald in de Belcar klasse 3. Ja, de auto gaat echt super. Hij was onderweg voor een super tijd neer te zetten, maar de versnellingsbak gaf een alarm wegens te warm. En blijkbaar is er een darmpje dat naar de warmtewisselaar leidt eraf gesprongen. Dat zal nu gerepareerd zijn en we gaan er nu voor gaan. Vandaag is goed verloopt, ik ben de eerste keer buiten gereden, deze morgen in de regen. Ik ben binnengekomen, Sinus heeft dan een tijd neergezet. Daarna ben ik terug vertrokken en problemen gehad met de versnellingsbak. Maar gisteren verliep de training goed, dus ik heb volste vertrouwen voor morgen. Voor het ogenblik zijn wij nu eigenlijk het grootste team, omdat we 3 wagens hebben ingeschreven. Dus we nemen eigenlijk 10% van het veld in beslag. Ja, we hebben gisteren onze nieuwe motor opgeblazen in de vrije trainingen. Dus de jongens hebben de ganse nacht gewerkt om een nieuwe motor te maken en in te steken en terug te mappen en zo. Dus we hopen dat alles nu in orde is. Wij hebben liefst dat het gewoon droog is. Dat is onze auto het beste in. Anderzijds, als het regent, dan moeten we geen rekening houden met een normtijd, want dan geraken we er toch niet. Dan is het terug om ter snelst geworden. Dus dat heeft ook wel iets. We gaan het gewoon nemen zoals het komt en dan wordt het altijd wel leuk. We zien morgen wel.